Hey, hallo, Giel hier. En leuk dat je erbij bent. Een nieuwe koekeroe met Gwen van Poort. En als je denkt, Gwen? Dat BNN-meisje van Spuiten en Slikken? Dan ben je niet helemaal op de hoogte. Kan. Nou, daar ga je achterkomen het komende uur. Gwen is zeer spiritueel. Ze gaat je verrassen. Ze is ook bezig met een hele leuke podcast met z'n allen. En een nieuwe serie, Turbo Gwen. Nou, die best in de buurt komt van waar Koekeroe zich mee bezighoudt. Verdieping, een meditatie. Fijn. Je gaat het komend uur horen. Ze heeft ook zeer leuke boekentips. Die zijn verenigd. Ja, ze zijn er allemaal nu op www.koekeroe.nl/boeken. Dus www.koekeroe.nl/boeken. Van alle afgelopen gasten staat de boekenlijst daar. Ik heb het met Gwen, wil ik toch alvast even zeggen, voor waarschuwen ook nog eventjes over de showbiz. Iets dat ik met haar had, of althans niet dat ik iets met haar had, maar zij had iets met Jet Rebel en daar had ik dan weer iets mee te maken. Dat vertelt ze ook heerlijk in geuren en kleuren. Het was leuk dat ze er was. Ik kwam haar tegen op de inmiddels fameuze tijdloze camping afgelopen zomer in Drenthe. Applaus voor Gwen van Poorten. En ik vind het echt een zeer groot compliment dat je hier wil zijn. Want eigenlijk, en dat snapte ik volledig, ik wist dat je hier naartoe ging of ik zag dat ergens. En toen vroeg ik hiervoor. En toen had je zoiets van, nee, want ik ga lekker met mijn vriend chillen en mijn telefoon thuis laten en zo. Ik dacht, ja, je hebt gelijk. Ja, maar dat is wel moeilijk hoor, want ik wil dat dan heel graag. Nee, ja, ik maar dan weet ik van achteraf, ik zei ook, we gingen de eerste nacht slapen en toen zei ik, ik denk dat ik dat Giel-ding wel had willen doen. En hij zegt, kom op, waarom sta je nooit achter je keuze? Ik zei, ja. En toen was ik hier gisteren. Ja. Dennis staat op en ik denk, ik moet gewoon zeggen dat ik wel wil komen. Ja, nou, dat vind ik super top. Ik ben heel blij dat je hier bent. Omdat wat jij doet als het smerige woord influencer, maar ik gebruik het toch even. Ja. Dat, omdat jij het namelijk echt goed doet. Als in positieve invloed uitoefenen. Zeker de laatste tijd. Is dat een keuze geweest? Is dat gewoon, ja, hoe is het? Want voor de duidelijkheid, jij post heel erg over mediteren, yoga, jezelf zijn, ja. Al die shit. Dat is eigenlijk iets waar ik zelf al meer dan 10 jaar mee bezig ben. Omdat ik toen ik heel jong was een flinke burn-out heb gehad. Is staat de microfoon zo? Ja, staat op zich goed. Op de 21ste. Dus voor mijzelf is het een hele grote zoektocht geweest naar, hoe kan ik heel ambitieus zijn en heel hard werken en doen wat ik leuk vind, zonder af en toe om te vallen en niet meer op te kunnen staan. Dus hoe vind ik die tools daarvoor? Maar naast mijn werk met BNN en al die andere programma's die super hardcore zijn, vond ik nooit een... Nee, en het gaat om het dat... gaat niet nee, samen. Nee, 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 in ieder geval, dat precies. Vond ik dat het niet samen ging. En natuurlijk gaat dat wel samen, want ik kon het ene werk niet doen zonder het andere te doen. Ja, gaat een beetje zakken. Ja, met mijn vrienden sprak ik daar heel veel over. Ja. En natuurlijk met mijn ouders en met mijn vrienden. En dan had ik weer een boek en dat moest ik dan weer iedereen cadeau geven. Maar het lukte me niet om daar openlijk over te praten. Totdat ik er gewoon niet meer omheen kon. En dat is eigenlijk nu 2 jaar geleden dat ik zo merk dat ik dat ben. Ja. Was je er bang voor of niet? Dit is een beetje projectie, want ik zelf durfde hier niet zo goed mee naar buiten te komen. Omdat het bij mij helemaal niet echt paste bij de stoere. Nou, niet echt zo stoer, maar in ieder geval het bij de hand een mannetje van de radio. Dat zei je gisteren. Ja. En dat vond ik nog bijzonder, want er zijn zoveel dingen waar jij wel onwijs scheid aan hebt gehad. Ja, maar die zijn allemaal zo, die gaan bijna over je gevoel of verdieping in, hè? Of heen. Ja. Ja, dat snap ik zo. Ja, want ik heb heel veel gekke dingen gedaan. Maar praten over meditatie of vooral met je gevoel in contact staan. Ik weet niet eens meer wat het moment was dat ik daarmee ben begonnen. Maar die kleine stapjes, daar werd heel goed op gereageerd. Ja. Maar ook wel, ik heb ook een hele lompe achterban die dat niet leuk vinden. En toen dacht ik, maar wat is het me waard? Wat is het me nou waard? Ik post af en toe een foto in bikini en dan gaan een hele hoop gasten heel hard op. Daar heb ik helemaal niks aan. Boeit me. Ik vind mijn lichaam leuk om dat te laten zien als ik daar blij van word. Ja. Maar zo'n video die ik heb gedeeld over dat ik mediteer, daar krijg ik net zoveel reacties op. Maar veel intenser. En veel meer waard. Ja, exact. Dus dat is een beetje, dat heeft de deur op een kiertje gezet. Nee, dat begrijp ik. Oké. Ja, je noemde het al even. Op je 21ste een burn-out. Ja. Dat was dus, niet ver, maar dat was voordat überhaupt Xite kwam. Ja. Dus wat was er in die tijd dan?
Ik ben gewoon een heel gevoelig mens. Ik ben enig kind met hele gevoelige ouders en hoge sensitiviteit. Dat wisten wij überhaupt niet dat dat echt bestond. Maar heel gevoelig voor alles. Dus als iets heel goed gaat, ben ik super intens. Mm-hmm. Het gesprek is heel intens. Ja. Maar als ik ook een tegenslag heb, kan dat ook heel intens zijn. En ik ben op mijn 18e uit huis gegaan. Gestopt met mijn hbo-opleiding. Blind naar Den Haag vertrokken. Omdat ik ook, dat is ook een type persoonlijkheid, ook in de hoge sensitiviteit, ook behoorlijk vol gas ben. Ja, precies. Dus het is 1 voet op het gaspedaal en 1 op de rem. Dus ik ben 2 jaar lang in 10 sloten tegelijk gelopen. Zelf geld verdienen, presenteren, alles bluffen. Ik kom uit een Brabants dorp en ik ben in Den Haag gaan wonen. Nou, qua lompe grote stad is dat een behoorlijke. Absoluut, ja. Okay. Dus ik ben mezelf heel erg tegengekomen en ik ben daar zo dankbaar voor. Want als ik niet zo hard op mijn bek was gegaan toen, had ik nooit die fundering kunnen leggen voor die shit die ik daarna heb gedaan. Nee, ik kan daar bijna jaloers op zijn. Ik denk, zo jong, maak je dat mee en leer je dus heel veel. En hoe, met wie of wat kwam je in aanraking dat je, dat je daaruit kwam? Toen heb ik niet meteen een coach gehad. Wel geprobeerd, maar dat matchte gewoon totaal niet. Dus ik ben eruit gekropen in 3 maanden bij mijn ouders gewoon. Kilo afgevallen. En toen weer begonnen met leven en dat presenteren. Dat wilde ik altijd. En ik wist gewoon blind. Het gewoon blind vertrouwen. Dat komen we misschien ook nog straks een beetje op terug. Totaal niet spiritueel toen. Maar ik wist, dit gaat het worden. Overal uitspreken, schreeuwen. Laatst sprak ik iemand op een festival. Die zei, ik ben jou 10 jaar geleden op Ibiza tegengekomen. En jij zei bij de shawarmazaak, ik ga ooit op televisie komen. Ik zei, ik wist niet eens wie het was. Ik denk, wat een mafkees was ik toen. Maar dat soort, die dedication, ik wist gewoon dit gaat. Ja, maar dat is toch, of je nou spiritueel noemt of niet. Ik bedoel, dat is de wet van de aantrekkingskracht, afdwingen, toch? Dat is gewoon wat het is. Maar ook al die grenzen overgaan de hele tijd. Totdat ik uiteindelijk bij BNN terecht kwam. Ja. Waar je echt onder grote druk staat. En echt met veel type mensen in aanraking komt. Als je dan heel gevoelig bent en het heel graag goed wil doen. En ook heel ambitieus bent. Dat is een supermooie cocktail. Toen kwam ik bij mijn management. Je kent misschien de Million Faces. Ja, Lenneke van Inge. Dat is mijn manager. En die had een telefoonnummer. Die zei, ik zou als ik jou was heel snel deze persoon even bellen. En daar heb ik 5 jaar lang een psycholoog, life coach. En die heeft mij alle tools gegeven om om gewoon dit leven zo te kunnen aanpakken. En dan hebben we de tools, dan bedoel je ademhalingsoefeningen? Nee, dat nog niet. Niet. Hij zei wel altijd, je moet meer in je lichaam komen. Maar ik heb het was heel lang vooral bewuster leven. Yeah. Liever voor jezelf zijn. Yeah. Luisteren naar jezelf. Je eigen grenzen leren aangeven. En wat minder streng voor jezelf zijn ook. Maar had je dat niet al dan, want op je 21ste heb je ook al veel geleerd. Sterker nog, ergens wat je net al zegt, daar moet je dankbaar voor zijn. Want daardoor had je wel onwijze basis om ook bekend te worden. Ja, maar ik ging ook steeds wel weer die grenzen verleggen. Ja, precies. Dus bijvoorbeeld als enig kind dat nog nooit drugs had gebruikt, spuiten en slikken gaan presenteren. Ja, dat zijn natuurlijk wel. En je was helemaal niet zo van de drugs, was gewoon Brabant. Ik had echt oprecht nog nooit drugs gebruikt. Nee. En niet dat dat zo'n ding was, maar dat geeft wel aan. En jij weet ook, wij kennen elkaar al heel lang. Ja. Ook in mijn privéleven. Ik ging gewoon vol gas. Ja. In ieder opzicht. Ja. Totdat ik weer een keer omviel. En eigenlijk in de afgelopen 10 jaar is het begonnen met psychologie. Hoe kan ik beter met mezelf leren omgaan? Hoe kan ik beter met andere mensen omgaan? En dat is langzaam gerold in spiritualiteit en meditatie. Wat ik wel, maar goed, dat is ook nog niet zo heel lang geleden. Maar wij hebben ooit een keer samengewerkt. En toen was ik echt niet zozeer jaloers. Maar ik keek gewoon wel echt op tegen hoe jij je grenzen bewaakt. Ik dacht echt, shit, ja. Wat deed ik dan? Nou, gewoon super chill, maar wel van, nee, dat doe ik niet. Of was het op de Zwarte Cross? Ja. Ja, maar dat was ook, Zwarte Cross is echt. Ik snap het, want een paar jaar daarvoor was je ongeveer verkracht. Ja, toen hadden ze mijn rokje omlaag getrokken en allemaal gekke. Maar goed dat je dat had gezien, want dat is niet makkelijk voor mij. Nee, maar het was zo, kijk, je kan ook relaxed worden, zeker met wat er gebeurd was. Zo heb ik het in ieder geval zeker niet ervaren. Maar ik dacht wel van weet je, duidelijkheid is iedereen bij gebaat. Ja. En uiteindelijk doe je niks daardoor tegen je zin in. Ja. En wordt het product beter. Ja. Ik vind dat nog steeds wel heel moeilijk. Omdat ik heel graag nog steeds lief gevonden wil worden. Mm-hmm. En heel graag fijn wil zijn om mee te werken. En aan de andere kant weet ik dat ik grenzen heb.
En weet ik dat het beter is als ik mijn grenzen bewaak, dat het eindproduct beter wordt. Maar ik heb wel buikpijn als ik tegen een regisseur moet zeggen, luister gast, het lijkt me beter als we dit niet gaan doen. Nee, precies. Ja, dat vind ik niet fijn. Dan lig ik nog in de tent te denken, jezus, ik zal wel een trut vinden. En ik zal wel moeilijk zijn om mee te werken. Maar dat is een proces. En dat kost heel veel energie. Ja. Maar als ik dat niet doe, dan kan ik dat werk niet meer doen. Nee, dat grappig dan dat jij daar blijkbaar dan toch heel erg mee bezig was. Terwijl ik juist echt dacht van, wauw, wat flikste dat cool zonder dat moeite kost. Maar ik vond het juist zo leuk van jou, dat jij zo mega relaxed bent. Nee, maar ik doe alles, ik ben gewoon, zeker als het om tv gaat, ik ben gewoon een poppetje dan. Ja, jij zit gewoon en je denkt, gaan we daar naartoe? Ja. En ik zo, oké, geef me een timetable, ik heb 5 minuten pauze nodig. Ja, maar ja. Ik bedoel, ik heb gewoon geen mening op dat moment. En goed. Ja, leuk. Cool. Jij bent, en dat vind ik wel echt top, bij BNN gestopt. En ook met een soort, ja, weet je, daar vind ik ook wel veel kracht uitstralen. Want ja, je bent gewoon een level verder. Ja. Toch? Voor mij persoonlijk, absoluut wel. Ja. Ja, absoluut. Ik merkte gewoon dat ik... op een gegeven moment ben je uitgegroeid... En merkte ik na zo lang al bewust bezig zijn met wat ik graag wil doen, dat als jij een programma gaat presenteren, dat komt op je bordje, de eerste jaren denk je, fuck yes. Pakken, ja. Ik ga dit programma doen en ik ga het leuk vinden, want ik wil groeien en meters maken. Ja. Tot je op een gegeven moment denkt, ik ga dit programma doen. Bijvoorbeeld het laatste seizoen van de Spuit en Slik in de studio. Ja. Was niet echt mijn ding. Ik wil helemaal geen tafel leiden. Maar super grote kans aan de tafel van Spuit en Slikken leiden. Totdat ik daar zat en dat ik merkte... Maar ik kan helemaal niet meer iets doen wat ik helemaal niet wil. Nee. Ik denk, huh? Oké. Nee, kom op Gwen. Je bent volwassen. Je gaat daar gewoon zitten. Iedereen vindt dit leuk. Iedereen zou dit willen. Iedereen wil dit. En ik zit daar. Ja. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Nee. Om daar gewoon 100% voor te gaan. En toen dacht ik, ja, maar dan moet ik gewoon voor mezelf gaan kiezen. Dan als dit het niet meer is. En BNN was fantastisch, hè? Ik heb daar zoveel geleerd. Ja. Maar dat was wel een omslagpunt. Maar is het zo dat dan ook, zeg maar, die ambitie van... Ik wil bekend worden, hè? Wat je op een snackbar in Ibiza zei. En ik bedoel, nou ja, met alle respect, als je achtergrond gaat dansen bij Gerard Joling, dan wil je gewoon. Nou, dat was meer, ik wilde gewoon alles uitproberen. Ja, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit heel erg over het bekend worden had nagedacht. Nee. Oprecht niet, tot het gebeurde. Dat mijn vriend ook wel, wij zijn nu 5 jaar samen, dat hij zei dat we op een festival staan. Maar jij had oprecht niet... Dit kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren. Als ik het niet heel relaxed vind. Weet je wat, dit is het gevolg van wat je doet. Yeah. Maar zo ver ging ik niet. Nee. Ik wilde gewoon alles meegemaakt hebben. Ja. En de achtergronddanseres van Gerard Joling. Ja, er zit sowieso een ego in alles. Wat tuurlijk. En dat is denk ik ook een onderdeel van waarom het op een gegeven moment afliep. Dat ik erachter kwam dat mijn ego... was wel voldaan. Ik had het niet meer nodig. Ik had ook niet meer nodig dat mensen zouden zeggen... kijk eens hoe goed, dat kon me helemaal niks schelen. Nee. Dus toen moest ik het uit een andere plek gaan halen. Maar dan komt het in één keer... moet je het uit een emmertje gaan halen. Van, maar wat wil ik nou echt heel graag maken? Ja. En dat wist ik niet. En weet je dat nu wel? Ja, nu weet ik het wel. Okay. Maar daar heb ik echt flink naar moeten zoeken. Ik ben echt, denk ik, 2 keer de wereld rondgegaan... en met heel veel leuke mensen samengewerkt. Veel zelf gaan reizen... En een soort van de core van wat ik heel graag wil doen, is mensen verbinden. Ja. Dit klinkt bijna cliché, verbinden. Ja. Dat deed ik al, maar dan heel graag... weet je, en alles wat ik altijd heb gemaakt, iedereen hoort erbij. Dat is ook de basis van Spuiten en Slik. Of je nou een fetish hebt, of je opgewonden raakt van ballonnen, of je viral bent gegaan op het internet... Ik vind dat iedereen erbij hoort. En ik vind dat je dat niet ziet online en het Nederlandse televisie. Maar niet iedereen hoort er echt bij. Dus dat is een beetje in de core waar het begon. En zo is ook met z'n allen ontstaan. Ja. Gemixt met dat ik heel graag alles bespreekbaar wil maken. Dus je podcast voor de duidelijkheid. Super tof. Echt. Podcasts zijn sowieso tof. Ja. Omdat je gewoon mensen eerlijk hoort. Maar jij hebt ook... Nou, ik vind je echt, wat ik al zei in de intro, echt tof wat je daar ook voor een boodschap geeft. En wat je haalt uit, jonge bekende mensen. Die hoor ik bij jou dingen zeggen die ik echt niet wist.
Ja, ja, en ik denk ook wat ik heel lang zocht en wat bij BNN een beetje niet erin werd geduwd, maar ze ambiëren heel erg dat het schuurt. Ja. Maar ik ben nooit een persoon geweest die het wil laten schuren. Nee. Want ik wil het heel erg fijn met iemand hebben en iemand respecteren en daar dingen uithalen. Ja. Hetzelfde als met Achter de Firewall. Dat is een programma dat ik ooit heb gemaakt, ja, waarin ik, sommigen noemen het internetgekkies. Hoeft niet. Nee. Het zijn mensen die viral zijn gegaan omdat ze bijzonder zijn. En ik vind dan de term paradijsvogels ook een beetje te... Paradijsvogels vind ik wel leuk. Die is toch wel mooier, ja. Ja, die is mooier. Ja, ja. Maar juist, zelfs met een programma als Idols, als jij respect hebt voor degene die tegenover jou zit, gaat hij meer zichzelf zijn. Ja. En als hij of zij zichzelf terugziet op tv of op internet, heeft diegene er ook nog een goed gevoel bij. Ja. En dat is wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden, ook in de gesprekken die ik nu heb. Ik wil niet dat het schuurt. Nee. Ik wil juist dat iemand zich zo relaxed voelt bij me, dat hij net nog wat meer vertelt. En anders maar niet. Anders niet. Top. Ja. En je zegt, er lopen gesprekken, dus dat gaat goed komen. Ik wil gewoon met alle stappen die ik maak, dat ik dit erin terugvind. Ja, dat iedereen erbij hoort. Ja. En waar dat is, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het wel, net als wat jij nu aan het doen bent, in je eigen platform investeren. Dat is zoveel waard. Ja, ja, ja. Dat is zoveel fijn, haal ik zoveel plezier uit. Nou, wat ik vind ook, ik zeg er net met bekende mensen. Ik weet even, ben even zijn naam kwijt, maar dat vond ik heel goed dat je die ook had. Over angsten en werk. God. In met z'n allen? Ja. Art. Nee. Oh. Nee, het was, tenminste, voor mij was het niet zo'n bekende gast. Hugo. Ja. Hugo, kennis. Ja, ja. Oh ja, die ken ik niet zo goed. Ja, ja, die heeft de Expeditie Robinson. Oh ja, dat kijk ik niet. Ja. Oké, okay, ja, top. Oh, ja. Zo, die ging vol gas over alles. Ja, vond ik tof. Ja, leuk. Ja. Ik hoop dat hij het ook leuk vond toen hij het daarna hoorde. Denk ik wel. Ja. Check dat podcastluisteraar. Ik ben heel benieuwd, Gwen, want nou ja, we weten inmiddels dat je mediteert, een beetje yoga doet. Heb jij een beetje vast ochtendritueel? Zo. Oké. Okay. Ja. Kom maar door. Ik kwam er gewoon op een gegeven moment achter dat, hey, die ochtend, die kan ik gewoon inrichten zoals ik wil, in plaats van met een rijstwafel en een bananen in mijn hand de auto in te rennen. Ja. Wat nou als ik gewoon... Dit was echt een ingeving. Ook echt na het mediteren, volgens mij, toen ik ook op reis was. Wat nou als ik gewoon iets eerder opsta en energie in die ochtend ga stoppen, zodat ik de rest van de dag wat meer solid ben. En dat ben ik gaan doen. En ik moet wel eerlijk zeggen dat die het ene moment wat lekkerder gaat dan het andere moment. Maar de ideale, je staat een uur eerder op dan moet ze. Ja? Heel veel water drinken. Ja? Echt heel veel water drinken om gewoon wat je uitgedroogd bent weer aan te vullen. Nog met citroen erbij of gewoon? Nee, gewoon zo'n tankje hebben wij dat. Zie je tankje daar staan? Ik zag je vanochtend met de yoga ermee. Dit, dit is gewoon overal. Ik ging nog net niet mee naar een restaurant. Die is overal mee. Ja. Het liefst eventjes een beetje mijn gedachten opschrijven. Ja. Even kijken hoe ik me voel. En dan mediteren. Ja. En het liefst daarna nog een beetje rekken en strekken. En ik eet pas om 12 uur. Precies, dat intermittent fasting. Ja, okay. Ja, dat doe ik al een tijdje. Maar dit is, als ik dit doe, dan zit echt mijn hoofd recht op mijn lichaam geschroefd. Lekker zeg. En wat voor soort meditatie hebben we het over dan? Nou, ik ben begonnen met Headspace. Ja. Om te leren mediteren. Ja. En zelf mediteer ik 20 minuten. En dan vind ik het heel fijn om op Headspace een timer bij te houden. Ja. Unguided, maar wel een begin en een eind. Ja, ja, ja. En dan doe ik eerst even lekker mijn lichaam scannen. Maar ik vind het ook heel fijn om meditaties te volgen. En dat doe ik niet iedere ochtend. Maar ik heb op Bali een hele hoop meditaties gevolgd, waar ik het liefst ook weer voor terug ga. En het liefst een cursus ook in ga volgen voor een active consciousness meditation is het. Waar je breathwork mixt met meditatie. Oké. Okay. En dat vind ik heel fijn om te doen, maar dat is niet, dat is zo heftig. Dat doe je niet iedere ochtend. Nee, jij noemt het al even. Ook daarin kijk ik echt tegen je op. Want ik doe, mijn maag draait een beetje om, terwijl ik het wel graag zou willen. Ja. Jij gaat dan 2 weken? Nee, 3 of... 3 weken alleen. Maar dat doe jij niet. Want jij loopt hier ook alleen rond. Ja, dat is waar. Maar oké. Maar dit is gewoon, je mag het geen festival noemen, maar het is het stiekem toch. Ja. Ik bedoel, hier communiceer ik wel met mensen. Ja, ik had het gevoel dat jij daar echt... Ja, ik communiceer dan ook het liefst niet met mensen. Nou ja, dat gevoel had ik ook een beetje. Ja, hooguit met de vlogcamera als je daar zin in hebt. Maar het is wel, ik zit hier
in mijn chaletje. Hoe noem je dat? Maar, ja. Dus ik zou het ook gewoon een keer willen opzoeken. Ik wil heel graag namelijk zo'n... ik spreek dat verkeerd uit. Vipassana. Vipassana, oh, ja, precies. Ja, dat is mooi. Maar ik weet ook, het lijkt me super heftig. Want dan mag je niet eens mensen aankijken ongeveer. Nee. Maar hoe is dat? Dat heb je gewoon een keer besloten? Nou, het leek me altijd heel mooi om het te kunnen. Dat je niet afhankelijk bent van vrienden of je vriend of familie. Dat je gewoon kan zeggen, hey, ik heb een paar weken vrij in mijn agenda. Ik stap gewoon in een vliegtuig. Dus zo is het ontstaan. Dat leek je gewoon cool. Dat leek me gewoon cool. Want ook toen ik begon met werken bij BNN en dan had ik van die gekke tijden, heel lang werken. Oh god, ik heb in één keer 10 dagen vrij. Ja. Moet ik dan thuis blijven zitten? Toen leerde ik mijn vriend net kennen. Toen had ik Bali al geboekt. En toen ging ik weg. Toen dacht ik, jezus, ik had wel met hem willen gaan. Maar heb ik het toch gedaan. En dat was zo fantastisch. Zo... Zat je niet... Want je telefoon legde ook zo goed telefoon, als weg. Telefoon weg. Ja, laatste keer ben ik 3 weken onbereikbaar geweest. Dat was echt heel fijn. Ik merk gewoon, omdat ik zo intens en gevoelig ben... Ja. Zit mijn hoofd zo snel vol. Ja, ja. En... daar doe ik heel veel aan yoga. Maar daar kan ik gewoon mijn hoofd leegmaken. Daar heb ik niet mensen die iets van me moeten. Nee. Daar kan ik alles loslaten. En op een gegeven moment ben ik daar zo ontspannen... dat ik gewoon mezelf beter kan horen. Dat ik ook veel creatiever word. Je merkt gewoon per week. En iedere keer is dat anders. Maar dat is wel gemixt met heel veel yoga, heel veel meditatie. Maar dan heb ik echt behoefte om gewoon met mezelf te zijn. Dan is het niet zo dat ik denk... Oh, ik heb echt zin om met een groep mensen te hangen of zo. Maar inderdaad, jij zegt daar komt inderdaad die gevoeligheid ook wel, denk ik, boven kijken. Omdat je dan inderdaad echt even, letterlijk in je eigen bubbel kan zitten zonder gestoord te worden. Maar hoe zit je dan in het vliegtuig terug? Ja, dat is fantastisch. Ja. Dan heb je er wel weer zin in. Nou, ik heb iedere keer als ik daar ben, dat ik heel blij ben dat ik een vriend heb die hier woont. Ja. Dat maakt niet zoveel uit waar je dan naartoe gaat, denk ik, maar... Die rust in je hoofd. Ik heb gewoon besloten op een gegeven moment dat... ik wil niet alleen maar leven om te werken. Ik wil gewoon af en toe eruit stappen. En ook beseffen wat er allemaal weer is gebeurd. En successen vieren. En dat doe ik door gewoon even wat rustiger te worden. En een paar stapjes terug te nemen. Want er zijn jaren geweest dat ik niks vierde. En niks voelde. En alles wat ik won vierde door... keihard door het geluid te gaan. Ja, ja, ja. En daarin mis je gewoon een heel groot stuk. Ja. Dus het hoort bij, denk ik, bij een stukje bewuster leven. Ja. Was dat ook waarom je 30ste verjaardag zo groot ging vieren? Omdat je echt... Ja, zeker. Ja. Want ik ben daar heel trots op. Ik kan me ook heel erg irriteren aan mensen die dan zo... Oh, dan word ik 30, wat verschrikkelijk. Nou, lul is lullen. Ik heb het nooit. Met geen, maar 30 vond ik, maar niet dat ik er heel lang mee bezig was. Ja. Maar ongeveer de dag voordat ik 30 werd, werd ik een beetje kortademig even. Omdat ik gewoon wel dacht, ik weet niet. Het voelde ineens wel van, nu kan je niet meer lullen. Nu ben je volwassen, al wil je dit niet. Ja, maar dat vind ik dus ook die 30 grens. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Want jij zegt, je bent nog steeds niet volwassen. Ik weet niet of volwassen. Nee, dat is ook een beetje. Ik was heel vroeg heel, heel wijs. Toen ik heel jong was. Mijn ouders hebben een grote sportschool. Heb ik altijd achter de bar gestaan. Ja. Ik was altijd onder de volwassenen. Maar die 30 grens die heb ik als vrouw wel een paar jaar geleden gevoeld. Oh god, rond de 30. Dan denk ik wel dat ik aan kinderen moet gaan denken. Dan moet mijn carrière op een level zijn. Dat die ingedaald is. En dat ik het voort kan zetten. En nu denk ik, jezus, ik ben zo aan het groeien alle kanten op. Ik weet helemaal niet wat er allemaal gaat gebeuren. Nee. Maar laat 30 niet een grens zijn. Nee, dat is ook zo. Maar in ieder geval wel heel erg bewust dat vieren met je vrienden. Expres zo met een middelvinger op 30 ophangen en dan al die meisjes om me heen. Die zo, ik word 30. Nee, okay. Ik heb je goed gezien. Bewust heb ik hem geowned. Ook gewoon dat volgers van mij denken, ben je al 30? Ben je oud? Ja. Nou ja, en ik vind dat sowieso, als het gaat om, jij zegt inderdaad, je ouders en je vriend Toby, die je gewoon... Nou ja, beschermd is niet helemaal het woord. Want eigenlijk bescherm je jezelf vooral een beetje. Ja. Maar gewoon wel heel erg je eigen leven. Dus ook heb los van de party Gwen of hoe zeg je dat? Ja, ik heb op een gegeven moment... omdat ik zeg dat het heet dat ik zo gevoelig ben. Maar dat is dus ook in relatie tot mijn ouders en tot mijn vriend. Ja. En dat werkt gewoon niet zo heel goed. Want als ik me heel erg druk ga maken om iedereen, dat functioneert niet. Dus ik heb op een gegeven moment, heeft iemand me geleerd... Ik heb een emmertje
En dat is mijn emmertje. En ik moet mezelf leren om gelukkig te maken. En mijn vriend, als die niet zo lekker in zijn vel zit, het is niet mijn taak om hem gelukkig te maken. Wij moeten onszelf gelukkig maken. En wat er overstroomt uit dat emmertje, daar kunnen we elkaar in vinden. Vroeger als hij binnenkwam en hij fronste een beetje. Wat is er? Kan ik je helpen? Shit, ik heb een supergoeie dag gehad en hij niet. Dadelijk verpest het mijn bui en ik moet iets doen. Terwijl hij heeft gewoon zijn ruimte nodig. Ja. Ik heb mijn ruimte nodig. En daar maak ik heel erg gebruik van. Dus ik weet, en dat gun ik hem ook, als het voor mij zo voelt dat ik lekker naar de andere kant van de wereld moet. Ja. En ik heb daar behoefte aan. Hij laat mij vrij, maar hij weet dat het andersom ook zo is. Ja. Heeft hij je ook rustiger gemaakt door juist niet aan die hele kermis mee te doen? Of, Welke kermis? Het nou, ja. Ja, ik heb gewoon überhaupt nooit de ambitie gehad om met iemand te zijn die hetzelfde werk deed. Nee. Ik moet er niet aan denken om twee ego's in huis te hebben die allebei op een of andere manier graag aandacht zoeken. Ja, ja. En dan is het ook wel grappig dat veel mensen dan wel verwachten, vragen of ik er met iemand ben die ook bekend is. Ja, ja, ja. Maar ik, het is heel fijn om iemand nuchter naast je te hebben, ja. Maar ook wel zoeken natuurlijk. Want de dingen die we doen zijn natuurlijk ook wel qua planning en ja, inhoud heel anders dan wat de norm is. Ja, ja, ik moet ook even lachen, omdat ik, gewoon, omdat ik gewoon ineens denk aan iets waarvan ik zelf ook al destijds dacht van, ja, ik weet niet wat het is. Nee. Ja, ja, eigenlijk wilde ik het helemaal niet over hebben. Maar... Jawel, je mag het daar gewoon over hebben, want het was ook raar. Het was fucking raar. Het was fucking raar. Ik heb een ochtendshow bij 3FM. Jet Rebel is daar, graag geziene gast in die ochtendshow. Altijd gebeurde er wel weer iets. Ja. En hij was verliefd. Ja, en hij had een liedje. Jij belde mij. Ja, natuurlijk. Ik vraag, want ik weet even niet of ik dat nou al wist of niet. Of ik checkte het met hem. Ja, ja. Zo raar. Hij vond dat ook gewoon leuk hoor. Hij pakte gewoon heel erg die showbiz. Dus dat was best wel, vond ik ook best wel heftig voor jou. Ja. Want ik zie je daar nog zo bij de 3FM Awards. Dat ik dacht, ja, het kan eigenlijk echt niet. Ik was zo de weg kwijt daar. Want hij, even voor de duidelijkheid, hij maakt dus een nummer voor jou. Toffe song. Ik weet niet, kan je hem ooit nog horen of haat je die plaat? Nee, ja, liever niet. Nee. Ja. Ja, ik vind het wel een mooi liedje, maar het was wel gewoon heel raar. Het was heel raar. Maar ik kan even wel achtergrond, ik weet niet of jij dat weet, maar ik presenteerde net mijn eerste programma bij BNN. Oh ja, en daar was hij de gast geweest. Hij was de gast geweest en daar vertelde hij me net daarvoor dat hij eigenlijk al heel lang verliefd op me was. Maar hij was gewoon 5 jaar jonger, of dat is niet waar, wel een paar jaar jonger. Dus ik maakte een item met hem en voor dat item moest ik zingen. Maar ik durf helemaal niet te zingen. Dus toen hadden ze me heel veel drank gegeven. Okay. En toen ging de regisseur weg en toen gingen wij ineens zoenen. Dat was gewoon heel raar. Ja, dat was gewoon raar. Maar dat gebeurde. Ja. En ik liep daar bij Bien. En ik dacht bij Bien, ik wist niet of ik daarna een programma zou krijgen. En er wordt best wel veel druk op je uitgeoefend. Dus op een gegeven moment, 's ochtends, zit ik in de auto. En Jelte had wel gezegd, dit was op dit moment gewoon iemand waar ik mee had gezoend. Luister even naar de radio. En in één keer hoor ik, jij zegt, je bent verliefd. Ja, op Gwen. En hij gaat in één keer een liedje voor mij zingen. En mijn telefoon gaat en jullie bellen mij. En ik ben onderweg naar Hilversum. En dit was al een hele bijzondere week, omdat ik niet wist of ik contractverlenging zou krijgen bij BNN. Dus ik kom op de redactie en de eindredacteur en mijn baas roepen mij op het kantoor. En die zeggen, hey Gwen, jij bent vandaag trending. In plaats van iets anders actueels, gewoon het nieuws. Ja. Wij willen dat jij Jelte gaat interviewen. En ik kom net kijken en ik denk, ik wil mijn baan houden. Ja, ja, ja. Dan ga ik die gast wel interviewen waar ik net mee heb gezoend. Want ja, die ochtendshow van jou, iedereen luistert daar natuurlijk naar. Zelfs mijn vader belde me van, wat de fuck is dit nou weer? Dus forceren ze ons in zo'n interview, natuurlijk. 'S Avonds bij de Wereld Draait Door, zit jij met Matthijs van Nieuwkerk ook nog even. Mag ik even onderbreken? Hij heeft vanochtend een liedje gezongen voor Gwen van Poorten. Nou, die dag, ik werd helemaal gek. En die dag daarna kreeg ik te horen dat het programma gecanceld was. Ja. En toen zou ik naar de 3FM Awards komen. Ja. En toen zei ik, ik ga niet, want ik lig echt in puin. Want ik heb in één keer geen baan meer. En toen belde mijn manager naar de manager van Jelte. Zei, Jelte, dan ga ik de 3FM Awards niet openen. En zo ben ik gechanteerd naar die awardshow. Daarom keek ik waarschijnlijk scheel toen je mij daar... Het was gewoon allemaal... Ik had was... en geen baan meer en een rare scharrel met de camera erop. En dat was een hele rare situatie. Plus, ik was toen gewoon wel een kleine kanonskogel.
En toen vroeg hij of ik verkering met hem wilde daar. En toen zei ik, dat is goed. Ja, dus dat was gewoon een hele rare samenloop van omstandigheden. En dit verhaal heb ik nog nooit verteld trouwens. Nee, maar, het is ook echt... Maar ik vind het wel fijn dat ik dat een keer kan doen. Want het enige wat je ziet is dat liedje en die rare items natuurlijk. Nou ja, en ik kon me ook ergens voorstellen, daarom wilde ik het niet over hebben. Omdat ik echt wel toen al wel voelde van, ja, wordt Gwen hier nou een beetje gebruikt? Omdat Jelte gewoon een beetje een leuke... Het was gewoon heel raar. Hij zat niet lekker in zijn vel. Nee. Ik had ook... was heel onzeker. Werd in één keer bekend. En ik had geen baan meer, maar misschien toch wel. BNN vond het natuurlijk vet. 3FM-talent. Gwen is in één keer super rock'n'roll. Ja. Ik snapte er helemaal geen zak van. En het is ook heel snel overgegaan natuurlijk. Nee. Maar het was gewoon een hele verwarrende periode voor mij. Ja. Maar wel grappig achteraf. Dat heeft ook daarna nog. Dat was helemaal verschrikkelijk. Ik kreeg dus... ik mocht bij Spuit en Slikken gaan werken. Toen kondigde hij een album aan waar 4 liedjes van mij over mij. En ik was zo bang dat het allemaal rare shit zou zijn. En toen was er uiteindelijk ook een liedje dat mijn naam heeft. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar goed, het heeft op zijn minst misschien contractverlenging opgeleverd. Al was dat denk ik sowieso wel. Ik weet het niet. Het is gewoon, en nu is het een heel grappig verhaal gewoon. Ja. Maar ja, oké. Okay. En ja, waar jij een klein beetje wel. Nou, precies. Ik voel me klein schuldig. Maar ja, het was fucking mooie radio. Ja, dat weet ik. Dat wel. Heb jij nog een avondritueel eigenlijk? Nee. Ja, ik vind het zo mooi dat jij 's ochtends schrijft. Dus dat is een soort dagboek wel achter iets. In de avond is er gewoon ook geen telefoon. Nee. En ik heb ook geen WhatsApp. Ik wil net zeggen, jij bent sowieso met je telefoon fucking sharp. Ja. Ja, geen WhatsApp. Ik ben er ook tijdens mijn periode wel bij BNN. Toen is ze een keertje ergens op een gekke avond draaien in de wc gevallen met een zendertje. En toen was ik hem kwijt. Toen was er eerst paniek. En toen dacht ik, de wereld draaide gewoon door. Ja. Dus de productie ging me niet meer de hele tijd stalken op WhatsApp. En alles werkte gewoon via een mailbox op mijn laptop. En toen dacht ik, als ik dus gewoon WhatsApp niet meer installeer... dan kan ik gewoon zelf kiezen wanneer ik mijn mailbox open. En toen heb ik nooit meer WhatsApp op mijn telefoon gezet. En dat is niet heel makkelijk. Nee, ik wil net zeggen, het is wel echt durf voor nodig. Maar eigenlijk denk ik ook, hoezo niet? En er zijn een paar mensen die ik ken, waaronder jij... en nog een paar andere van mijn vrienden die dat niet hebben. Ja, ik denk alleen maar, wauw. Maar op een of andere manier durf ik het niet. Terwijl, heel veel mensen hebben dat, die reageren als eerste, oh wat lekker. Ja. En dan denk ik, doe het ook. Ja. Let's go. Ja. Maar ik snap gewoon niet waar het ergens in is geslopen dat je altijd bereikbaar moet zijn. En voor je vrienden snap ik nog enigszins. Maar ik had op een gegeven moment dat ik in de bioscoop zat met mijn vriend. En dat ik dan ook gewoon een hele rare deal waar ik echt op hoopte niet doorging. En we waren lekker een weekendje weg. En dat mijn mood zo verpest was. Dat ik dacht, maar ik ben ook met mijn vrienden aan het chillen hier. Dus waar kan ik dat dan scheiden? Maar goed, die kunnen ook nu sms'en. Ja, maar mensen qua werk, het geeft een signaal. Dus die vinden mij niet meer echt op... Ik kan ook, als ze weten dat ik geen WhatsApp heb... gaan ze mij niet heel snel een call sheet sturen via iMessage. Nee, precies. Nee, dus ik vind het heel relaxed. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Maar is dat iets... Ja, dat heb je gewoon in de loop der jaren... misschien wel vanaf die burn-out... maar gewoon heel erg wel geleerd is... om je grenzen aan te geven. Ja, want dat extreme, dat is er nog steeds. Ik heb nog steeds dat ik overal de grens op zoek... Maar dat wil ik ook. Ja. Maar daarvoor moeten er wel dingen wijken. En dan ben ik heel erg op mezelf. En geef ik heel erg mijn grenzen aan. Zodat ik juist op het moment dat ik moet knallen... dat ik daar 100% zit. En in de categorie, omdat je dus inderdaad wel nieuwsgierig bent... en ergens volledig voor gaat. Ja. Als het dan gaat een beetje over de spirituele wereld... nou ja, we zijn hier op een leuk festijn waar een hoop te beleven valt. Ja. Nou ja, je gaat naar Bali. Wat zijn een beetje dingen die je meegemaakt hebt... die je onderzocht hebt op dit gebied... die je sommige misschien helemaal niks vond... maar ja, daar moet je ook achterkomen. Ja, dat zijn er veel. Maar ik noemde hem net al een beetje, die active consciousness meditation. Ja. Ik was op Bali en een vriendin van mij die was daar. En iemand zei, oh, I really like Punu's breathwork. Toen dacht ik, breathwork? Dat klinkt vet. Ja. En Punu klinkt ook wel vet. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En je gaat allemaal daar in cirkels zitten. En je houdt elkaars handen vast. En dan ga je ademhalen, neus in, neus uit. Ja. Je pompt zoveel mogelijk zuurstof je lichaam in. En dat is 1, 2, hoor je een stem de hele tijd. En op een gegeven moment voel je dan je lichaam helemaal niet meer. Precies. Bij iedereen gebeurt wat anders als je heel veel zuurstof in je lichaam pompt. Ja. Maar je pelt
Ja, het is niet heel makkelijk uit te leggen, maar je pelt zoveel lager ervan af dat er hele bijzondere dingen kunnen gebeuren. En in 5 jaar therapie heb ik nooit gehuild. En de eerste keer dat ik daar zat, zat ik te huilen als een baby. En dacht ik aan mijn ouders en zag ik allemaal verbanden met vroeger. En ik kwam daaruit en ik dacht echt, holy shit. Wow. En ik was daar alleen. Dit was de laatste van de laatste dagen. En toen ben ik ook weer teruggegaan, dezelfde keer dit jaar. Cursus bij hem gevolgd, korte cursus. Vaker teruggekomen om iedere keer weer een hele andere ervaring te hebben daarmee. Maar dat is voor mij wel een hele bijzondere vorm van meditatie. En hoe was de laatste keer dan? Was die ook zo intens? Of was De ene keer is het heel emotioneel en de andere keer niet. En de andere keer zie je iets heel moois. Maar er is een 200 uur cursus en dan ben je een teacher. Nou, ik heb niet de ambitie om dit te gaan geven, geen les te gaan geven. Maar ik ben daar wel heel erg in geïnteresseerd. Ja. En aesthetic dance. Oh ja. En dat is vet. Dat heb ik hier pas een beetje leren kennen, moet ik zeggen. Ja. Of althans, ik heb uit wel kundalini gedanst, weet je, dat je heel met je buik. Ja. En dat je automatisch op een gegeven moment erin blijft hangen. Maar hier op tijdloos, jongen, nou. Met zo'n silent disco. Ik was zonder koptelefoons op. Maar ik ze hadden niet gezegd dat je ogen of zo moet dicht doen. Maar ik deed dat van nature. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, maar ik ga ze ook nooit meer open doen. Heerlijk. Want ik zit gewoon hier. Nou, ik heb echt... Ik werd helemaal bezweet, kwam ik eruit. En ik dacht echt, ik heb gewoon... ik wil niet weten hoe het eruit zag, maar het was top. Maar dat bewegen zonder erover na te denken... Ja. De eerste keer dat ik daar stond, dacht ik... Maar ik dans altijd zoals ik denk dat je gaat je toch een beetje cool lopen dansen. Hè? Ja dit is gewoon, en dan bewegen hoe je wil. Ja, en dan compleet uit je... Echt een feestje zoals een feestje bedoeld is. Dat je samen zo uit je plaat gaat. Ja. Dat zijn wel de twee dingen waarvan ik denk, ja, dit was zo bijzonder. En in de categorie spuiten en slikken, ben je ooit met ayahuasca? Nee, ik heb wel DMT? Kambo. Of, oh, ken je Kambo? Nee. Daar krijg je door brandwondjes, dit is niet soort van patroon van brandwondjes, daar krijg je gif van een kikker in. Okay. En het is niet spacend, maar het wordt als een soort cleanse gezien. Dus je gaat daar heel erg van overgeven, je wordt heel ziek. Okay. En ik kreeg hele, dat was niet spacend, maar ik dacht daarna wel, het trippende is heel kwetsbaar op tv. Ja. En ik had alle andere soorten harddrugs wel al geprobeerd. Maar ik dacht op een gegeven moment dat ik zo ziek was geworden met Kambo. Ik denk, als ik zo erg kan overgeven voor camera, dan kan ik alles overgeven, letterlijk en figuurlijk. Dus dan hebben we paldo's gedaan. Maar dat is heel relaxed. Niet echt heel lekker begeleid door iemand die meer zich druk maakte dat ik het goed deed. Zeg af een bepaalde therapie, waardoor ze... mij onder best wel veel druk zetten, waardoor ik heel slecht ging. Waar zij nog meer druk op mij ging zetten. Fuck. Dus want dit was ook voor de camera? Dit was voor de camera. Oh, dat ze op een gegeven moment moesten stoppen met draaien, omdat ik helemaal gek werd. Ah, oké, top. Dus toen dacht ik wel dat... ik het trippen en ayahuasca, dat is iets voor mij. En als ik dat zou doen, dan zou dat niet voor een camera of een zender zijn. Maar dan zou dat misschien voor mezelf zijn. Maar jij hebt dat wel gedaan, hè? Ja, recent. Ja? Ja. Was het mooi? Ja, het was heel mooi. Het was echt heel mooi, omdat ik gewoon iets... Nou ja, ik heb toevallig een podcast met jou geluisterd wat ging over zelfliefde. Ja. En nou, toen vond ik jou daar wel hele mooie dingen over zeggen. En ik denk toch ook weer die vroege burn-out en gewoon het sensitieve, dat jij er gewoon wel goed in staat. Ik had dat dus helemaal niet. En ik had me er niks van voorgesteld. Ik was vooral nieuwsgierig. Ja. Maar uiteindelijk heb ik gewoon mezelf als klein jongetje op de middel of op de lagere school gezien of gevoeld. En ja, dat is zoveel waard geweest eigenlijk. Ja, dat is ja, dat geloof ik meteen. Ja. Ja, en ik hoor zoveel mensen die daar zulke mooie ervaringen mee hebben. Maar ik merk ook, hè, bijvoorbeeld vandaag met een intense ademsessie, dat in die end heb je het niet nodig. Of anders zou het ook zonder kunnen. Het is alleen een beetje, het pusht gewoon heel erg. Ja, ik sluit het niet uit dat ik het ooit kan. Nee, joh. Maar dat zelfliefde, dat zeg je heel goed. Dat is wel een terugkerend thema. Omdat dat er ook niet altijd is geweest, weet je wel? Okay. Dat ik heel vaak helemaal niet lief was voor mezelf. 100 grenzen tegelijk pakte, omver viel, mijn werk niet kon doen. En dat staat nu op nummer 1. Ja. Maar, ja?
ja, als ik niet lief voor mezelf ben, dan kan ik ook niet lief zijn voor de mensen om me heen. Dus als ik altijd de andere mensen om me heen, mijn vriend en mijn ouders en mijn vrienden op nummer 1 ga zetten, of mijn werk, en vergeet mezelf, dan kan ik uiteindelijk niemand helpen. Nee. Maar het is een beetje lastig, dat is een soort dunne scheidslijn, omdat jij ook begon, we hadden het erover, dat jij gewoon heel graag een doel wilde bereiken. Ja. En dat ken ik ook heel erg. Dat is dus ook, ja, ik noemde al wet van aantrekkingskracht. Maar het zorgt er ook wel voor, of kan ervoor zorgen in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat je dus over grenzen heen stapt. Ja. En ik dat vind ik lastig. Hoor. Of dat nou goed, of ja, in principe is dat niet goed. Maar ja, het zorgt er wel voor dat je het bereikt. Ja, zeker. En ik denk ook echt wel dat de afgelopen 10 jaar, de moment dat ik zo hard ben gegaan, dat absoluut het waard was. Mm-hmm. Maar ik kies er nu voor om eerder gelukkig te zijn. Ja. En dan op mijn pad mooie doelen te halen, maar niet meer om mezelf te vergeten en om in de vernieling te liggen. Nee, precies. Ik heb jou gevraagd om 3 boeken te noemen. Ik weet helemaal niet of je wel een lezer bent eigenlijk. Jawel. Okay. Jawel. Om 3 boeken te noemen die, nou ja, voor jou inspiratie hebben gegeven in jouw reis tot waar je nu bent. Ja, dan ga ik het allergrootste clichéboek aller tijden. Ik ben heel benieuwd. De Bijbel. Nee. The Secret. The Secret, ja. Ja, ja. Nou goed, de wet van alles. Ik zag, ja, nou, dat is echt al heel lang geleden. Ja, maar alsof je ervoor schaamt. Nou ja, omdat ik gewoon, het is een heel commercieel. En ik heb uiteindelijk allemaal andere boeken gelezen die het iets genuanceerder vertellen zonder het hele commercieel. Omdat het een beetje Amerikaans en zo succes. Precies, en die docu is natuurlijk ook echt tenenkrommend, maar wel heel mooi. Ja. Maar toen ik The Secret las, kwam ik erachter dat ik mijn hele leven al hiermee bezig was. Ja. Mijn hele leven was ik alles aan het afdwingen. Had ik blind visualiseren, vol gas ervoor gaan. Ja. Dus dacht ik, dit is gewoon een ding. Ja. Dit wat ik doe, dit is gewoon een ding. Wat wel een valkuil was, is dat ik heel lang alles naar het positieve ging omdraaien. Ja, ja, ja. Dus dat ik uiteindelijk, als ik heel erg gekwetst werd, of iemand was een ongelofelijke klootzak, dat ik het altijd ging ombouwen naar iets positiefs, zonder dat ik iets met die emotie ging doen. Waardoor ik uiteindelijk een hele dikke rugzak met negativiteit had, waar ik nooit iets mee had gedaan. Omdat het er wel gewoon ook moet of mag zijn. Ja, en dat wist ik niet. Nee. Ik heb nooit geleerd van huis uit om je echt kut te voelen. Nee. Ook als er iemand overlijdt, dan kunnen we dat op een mooie manier weer een plekje geven. Mm-hmm. Terwijl sommige dingen zijn gewoon heel kut. Ja. En dan mag je daar ook echt even heel diep in gaan. Ja. En daar heeft The Secret me niet mee geholpen. Nee, maar het is nog steeds wel, als ik af en toe een opfrisser nodig heb, heel even, dan zet ik een tenenkrommende docu op. En dan denk ik, ja. Het geeft wel spirit. Ja. Nee, ik snap het helemaal. Oké. Okay. Ja. Een ander boek. Busy van Tony Krabbe. Toen ik uit mijn burn-out kwam, toen dacht ik, nou, dit is allemaal heel mooi, dan gaan we dat niet meer doen. Maar wat gaan we dan niet meer doen? Nee. Weet je, gewoon weer hard werken. En steeds ook weer een beetje in dezelfde sloten lopen, totdat ik dit las. Oh, busy als in druk. Ja. Ik busy. Zit gewoon met die rapper. Niet als de rapper. Nee. Dit is de autobiografie van Busy de rapper. Nee, oké. Okay. Ja. Nee. En daarin, dit was ver voordat ik WhatsApp achter me liet, maar daarin stond ook dat we nu zoveel meer informatie tot ons nemen op een dag. Ja. En hoe kan je in godsnaam jezelf horen, je eigen creativiteit, je eigen geniale ideeën, als je de hele dag je hoofd volstopt met bullshit? En toen ben ik gestopt om 's ochtends mijn telefoon naast mijn bed neer te leggen, maar gewoon van een wekker gebruik te maken. Dit is dus wel echt voor jou een heel oud boek. Dit is dat Busy? Ja? Dit is al flink. Dit is al een paar jaar. Ja. En dat heeft me, maar dit is niet een spiritueel boek, maar dit heeft me echt laten inzien dat ik de baas ben over mijn eigen agenda. Ja. En dat time management helemaal niet meer iets is van nu. Dat is in de jaren 80 en 90. Dan konden we alles in onze dag stoppen. Alles. Mm-hmm. En dan plannen we het helemaal vol. Maar ik probeerde dat, maar dat lukte nooit. Nee. Dus je hebt altijd een rot gevoel als je aan je dag begint. Totdat je anders gaat kijken naar je agenda en de dingen die je gaat doen en wat je dus gaat doen. Dus maar even, want ik ga het boek echt checken hoor. Maar ik bedoel, zijn to-do-lijstje is goed of niet? In principe niet. Nee, in principe niet. Okay. Nee, die probeer ik ook zo min mogelijk te hebben. Yeah. Maar ik ben ook wel best wel een zeef. Dus ik vind het zo lekker dat er mensen hier, er lopen daar mensen met een box met hardcore op. Heerlijk. Over het hele terrein. Ik kan er zo van genieten. Ja, ik jongens ook. Zijn zo hard op zoek naar een feestje. Ik zat echt vanmiddag in een heerlijke Afrikaanse drumsessie. Ja.
En zij zaten gewoon, daar bij het kampvuur met die gewoon schaamteloos liepen zij voorbij. Dat ik echt dacht, nou ja... Ze lagen daar vandaag in de volle zon bij een kampvuur met die box, met hardcore. En hij heeft hem ook gewoon als een ghetto blaster, gewoon ja, zoals het hoort, ja, op zijn rug of ja, op zijn schouder. Ja, dat is echt heel mooi. Top. Maar ik wijk af. To-do-listjes, nee, die zijn niet goed. Maar dat heeft me wel echt een aantal inzichten gegeven over mijn agenda en over creativiteit. En onder andere de ballen gegeven om de keuzes te maken die ik nu maak. Als in mijn weekend is van mij en dat is heilig. Ik heb geen WhatsApp. Ik ben na 6 uur niet meer bereikbaar. Nee. Voor mijn management ook. Dan moet altijd een soort van lijntje zijn. Zeg, nou, dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat jullie mij altijd kunnen bereiken. Precies. Terwijl ik betaal die mensen zelf. Dus dat is heel raar. Maar daar heb ik wel een aantal patronen mee doorbroken. Nice. En het derde boek. Het laatste boek. Het derde boek. Ik had een derde boek opgeschreven, maar ik weet niet meer welke. Wacht. Heb ik hier mijn telefoon? Nee. Ik denk het niet, toch? Boek, het derde boek. Dat zou een groot contrast zijn. Nee, jawel. Want ik was dus helemaal onrustig vandaag, omdat ik dacht, gaat dit nou door? Oh. Ja, ik stuurde je nog een sms'je, maar ik dacht, jij gaat dit helemaal niet bekijken. Heb ik mijn tasje daar liggen? Want ik weet, als ik nu niet weet welk boek dat is... Kan jij mijn telefoon even brengen, want ik heb de microfoon op mijn knie. Zijn er nog andere inspirerende, wat jij noemde, Secrets is natuurlijk ook een docu van. Nog andere dingen die je kan aanraden? Nou. Hebben we toch even Toby op camera. Hè? Toby. Dat is wat hij wil. Even die shine pakken. Even. Dit hebben we ingestudeerd. Zo fiets ik hem erin. Wacht eventjes hoor. Ja, zeker. Ik heb een boek. Oké. Dit boek is echt... ik gebruik het zoveel dat ik gewoon de titel niet meer wist. Okay. You Are a Badass. How to Stop Doubting Your Greatness. Ik heb hem hier gelezen. Ik heb hem twee dagen geleden gelezen. Echt? Ja. Nou, ik vond de titel een beetje... Nou, als je naar het boek kijkt, denk je echt... Is dit weer zo'n boek? Ik was op Aruba met mijn vriend. En dit lag in de supermarkt. Dus ik had er niet hele hoge verwachtingen van. En toen bleek... alles terug te komen, alle spirituele boeken, alle mindfulness boeken. Het is ook boeken. Echt een soort verzameling van alles maar dan erin. In ons taalgebruik. Zeker, ja. En dat kwam zo binnen, dat ik wilde al zo lang echt mediteren volhouden, totdat zij me vertelde waarom je het doet. Weet je, van heb even een momentje. Ik weet dat je het misschien niet begrijpt of het een beetje gezeik vindt, maar luister even naar me, want ik ga je nu wat vertellen over meditatie. En dat kwam zo binnen dat ik ter plekke op het strand... volgens mij wel met een halve fles rosé, ben gaan mediteren. En toen dacht ik in één keer, bam. Luister, dit moeten we gewoon doen. Dit moet gewoon iedere dag erin zitten. Nice. En het is ook echt een boek wat ik heel graag weggeef op social media. Omdat het voor een hele hoop mensen, dat ik denk, het is toch Deepak Chopra en dat soort boeken. Dat kan je toch niet heel erg tools uithalen. Nee. Dat je denkt, nou, morgen ga ik beginnen. En bij dit boek, het is een handleiding. En heb je het gedaan ook? Want ik zit hier toevallig in een boekje waarin ik ook aantekeningen voor dit gesprek heb opgeschreven, maar ook een opdracht die ik nog moet doen uit dat boek. Nee, ik heb niet al die opdrachten. Oh nee, want dit vond ik wel echt een mooie opdracht, namelijk gooi je verhalen weg. Dus dan moet je, maar ik moet het nog doen en ik wil het wel echt gaan doen. Maak een lijst met je oude verhalen waarvan je de gewoonte hebt om ze te denken en te zeggen. Ja. Schrijf dan de nepbeloningen op die je ervan krijgt. Ja. Beleef dat eventjes, voel dat nog een keertje en laat het dan los. Ja. En dan schrijf dan je nieuwe verhaal. En ik dacht, ik moet dit echt gaan doen. Ja, ja en dit soort dingen, er zijn echt boeken die echt direct een verandering kunnen maken. Mm. Als ik 3 weken in mijn eentje op Bali zit en ik lees een aantal van die boeken, dan ben ik daar zo bewust mee bezig. Ja. Dat soort boeken echt meteen een plekje in je hart krijgen. En ik heb het ook al 2 keer gelezen. En ik heb hem in het Engels, in het Nederlands, met een hardcover. En ik ben helemaal... Dit is gewoon echt een hele fijne verzameling van allemaal... Maar de titel is inderdaad ruk, hè? Ja, die voorkant, die kaft, het is allemaal, ook. Ja. Nee, het is niet... Klopt, ja. Maar het is echt het is een parel. Het is echt mooi. Ja, You're a Badass, die voegen wij toe in de boekenkast. Dan is er nog 1 vaste rubriek. Ja, en ik weet gewoon dat je er net iets mee hebt meegemaakt, waardoor ik denk, het voelt bijna te cheesy om te vragen, want ik weet het antwoord eigenlijk al. Ja. En je vriend is erbij, maar hoe heb je ervaringen met tantra? Ik ben net naar een tantra geweest, ja. Maar daarom weet ik dat je er op zich dus geen ervaring mee had. Nee, ik heb daar helemaal geen ervaring mee. Maar ik vind het wel interessant. Maar ik vind het ook. Maar hebben jullie met spuiten en slikken het nooit echt behandeld? Was dat toch alleen maar bam, bam, bam? Nee, dat hebben we niet echt behandeld. Ik heb wel een ademhalingstechniek behandeld. Cacao. Oh ja. En Cambo in 1 aflevering. Ja. Maar ik heb geen tantra gedaan. Nee. En ik denk ook niet dat ik dat snel zou doen, omdat het
dat is voor mij te persoonlijk om dat in een aflevering te Nee, maar ik bedoelde ook maar gewoon in je leven. Maar daarbuiten, ja. Ja, ik vind dat gewoon lastig. Ook als ik daar dan ben met mijn vriend. Ik vind het lastig om al die grenzen los te laten. Mm-hmm. Dat is voor mij. Maar misschien ook omdat ik zo extreem ben in alle andere dingen die ik doe. Ja. Dat is voor mij echt heilig. Ja. Seks die ik met mijn vriend heb, dat is het liefst binnen vier muren. En die energie vind ik al heel intens. Dat is maar dan het. Vind ik het toch ook weer heel interessant om daar verder naar te kijken. Alleen was onze les wel, dat heb ik je net ook gezegd, ja. Dat was niet... Was de energie gewoon heel heftig, waardoor ik ook niet me heel erg geroepen voelde om dan daar dieper in te gaan. Nee. Maar ik vind het wel interessant. Ik sta sowieso alles wat hier gebeurt, daar ligt mijn interesse. Maar voor alles is ook een goed moment. Ja, nee, duidelijk. Nou weet ik weet niet of je dat nog hebt, dat je eerst best wel een soort angst had om ziek te worden. Is dat wel? Ja. Was dat, heb ik dat gezegd? Ja. In een interview? Ja, dat weet ik niet. Ja. Nog net geen hypochonder, maar wel dat je er, nou ja, misschien dan nog net niet, maar wel dat je er een soort bang voor was. Nou, ik ben daar echt grotendeels wel van af. Ja, maar eigenlijk was mijn daaropvolgende vraag, hoe kijk dan? Nee. Hoe kijk je aan tegen de dood? Wat een, nou ja. Nou, dat als ik er helemaal lekker in zit, ja? Dus ik ben 2,5 week op Bali in mijn eentje, ja. Allemaal meditaties. Ja. Ik kijk naar de vlinders en ik zie allemaal andere kleuren dan die ik normaal zie. Dan loop ik daar en dan heb ik net een goed boek gelezen. En dan weet ik het gewoon zeker. Dat heb ik echt een aantal momenten gehad. Ik hoef me echt geen zorgen te maken, want er is zoveel meer. En dit gaat nooit stoppen. Wij zijn een oneindige energie. En dit is gewoon een soort van level. En die voel ik dan. En omdat ik hem een aantal keer zo hard gevoeld heb, weet ik dat nu ook. Maar ik voel hem nu niet. Nee, precies. Dus ik vind hem wel, als ik gewoon weer in het leven ben, wat ik normaal leef, en dan is weer meer stress. Maar ik heb echt een aantal momenten gehad dat ik zo lekker zit, dat ik het gewoon weet. Ook na bepaalde meditaties. Als je meer dan een paar uur zit te mediteren en je voelt allemaal dingen die je niet kan verklaren en je ziet allemaal dingen die je niet kan verklaren. Dan is er echt een aantal keer zo'n gevoel geweest. En daar heb ik heel veel troost uit gehaald. Nee, ik vind het ook mooi zoals je het zegt. Gewoon echt als een soort energie. Echt als een soort spirit. Die altijd wel zal blijven. Misschien gewoon het naam poppetje Gwen van Poort. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik wil dat ook heel graag. Ja, nee, okay, ja. Want net als dat ik zeg dat van dat 30, dat ik dat niet wil. Dat is natuurlijk ook gewoon... Ik wil niet bang zijn voor ouder worden, want nee. Ik vind dat depressief. Dat is hetzelfde als dit. Ik wil niet bang zijn voor de dood. Dus ik ga allemaal dingen zoeken, nee. Waardoor ik ook gewoon... Dat werkt toch? Ja. Ja. En wat wil je nog wel dan? We hebben het wel een beetje over televisie gehad. Ja. Hè, over welke soort programma's, maar gewoon nog even wat groter. Ook misschien persoonlijk. Wat heb je nog? Ik wil heel graag van niemand meer afhankelijk zijn. Zodat ik ook niet... een soort van druk in mijn nek voel of ik het wel goed doe, of het wel volgens wens is van een bepaalde zender. Dus financieel onafhankelijk, zeg nee, je eigenlijk? Nee. Los van zender en baas. Maar ik sluit niks uit. Ik wil heel graag zoveel mogelijk doen, maar wel allemaal op mijn termijn. En met Toby een gezin? Ja, ik wil sowieso wel... Dat is een hele persoonlijke vraag ook eigenlijk. Nee, maar dat mag jij zeker vragen. Ik wil zeker wel een kind, denk ik. Of kinderen. Maar ik weet niet of er een soort moment gaat komen dat ik denk, dit is het moment. En dat denk ik niet. Ik denk niet dat je er ooit helemaal klaar voor bent. Maar ik weet wel dat ik er nu niet klaar voor ben. Nee. Ja. Wat? Nee, ik zit gewoon even na te denken. Maar heb je wel het gevoel van dat het wel zou moeten bij je? Of moeten? Dat je... Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Ik weet, dat is dus ook een beetje zo'n ding. Ja. Nee, ik snap maar als wel, ik dan naast een tent lig waar die kinderen de hele tent afbreken, dan kijken wij elkaar aan. Hey, nou, top. Ja, dit gaan we voorlopig nog niet doen. Nee ik herken dat ook, heel erg. Ja, maar er zijn ook mensen en die triggeren mij wel. Ik ben er inmiddels wat rustiger over, omdat ik gewoon denk, ja, we zullen het wel zien. Ja. Maar die dan ook gaan zeggen, hey, jij wilt toch alles meemaken? Oh. En, dus waarom zou je dit mooie ding van het leven dan niet doen? En dan ineens, dan begint er wel weer iets. Dus ik denk, ja. Maar ik snap wat je bedoelt. Maar het is zo onomkeerbaar. Ja, precies. Maar ik zou ook geen leven zien zonder. Nee. Ik zie ook niet mezelf
40 zonder kind. Nee, oké. Okay. Ik denk namelijk... Het is ook heel moeilijk. Nee, ik zie mezelf ook niet zonder het leven dat ik nu leid. Nee. Maar alles, als je ook kijkt naar waar ik nu sta, waar ik bijvoorbeeld 3 jaar geleden midden in spuiten en slikken. Als je ziet wat er... Ik geloof er echt heilig in dat het leven je geeft wat het moet geven. Mm-hmm. En het ontvouwt zich iedere keer op manieren die ik niet zie aankomen. Dus ik verwacht gewoon dat dat met dit ook zo is. Ik had 5 jaar geleden ook niet kunnen indenken dat ik hier met jou over tantra ademhalingstechniek ga praten. Wederzijds, nee. En dan denk ik, en of het nou wel of niet gebeurt, maar dat meer om, nou ja, om wat je hier allemaal vertelt. Ik denk dat je echt een fantastische moeder zou zijn. Oh, dat is lief. Ja. Dat is lief. Maar... Dat zeggen echt niet veel mensen tegen mij. Nee? Oh nee, maar dat denk ik echt. Maar dat is, nou ja, gewoon een oprechtheid, een eerlijkheid, een nieuwsgierigheid, een openheid. Een, ja. Ja. Als ik hier zo om me heen kijk, dan denk ik wel, dit zou natuurlijk fantastisch zijn als je kinderen hebt. Ja. Hier, dit is zo'n plek. Nou, ik vind sowieso, maar dat is ook gewoon misschien een beetje echt de roze wolk waar ik in ik nu even zit, al hier. Ja. Dat ik ineens zo'n soort fijn beeld van de maatschappij weer krijg of zo. Ja. Ja. Ja, maar het is ook echt ontzettend fijn hier. Ik kwam je tegen op de eerste dag dat ik hier was. Ja. Toen zei jij, nou, het is zo'n last van me afgevallen. Ja. Ik kwam hier net binnen. Dus zijn hier nou heel veel jongeren? Of, precies. Is dit nou heel spiritueel? En wij keken elkaar gisteren aan en we hadden precies hetzelfde gevoel. Ja. Echt zo ontspannen. Nou, ik ben blij dat je dan toch ook nog eventjes hier op de bank wilde zetten. Mag ik een applaus voor Gwen van Poorten? Yay! Heel erg tof. En er is een mogelijkheid om vragen te stellen over alles wat je wil. Over shamanic breathwork. Ja. Heb je dat ook gedaan? Shamanic breathwork? Ja, heb ik gedaan. Maar niet hier, maar wel ergens anders. In Ubud. Ja. Bali. Daar heb ik het ook gedaan. Ja, in Ubud bij de yogabar. Levi. Ja. Ja. Wow, hebben we elkaar daar gezien? Dat zou raar zijn. Wow, het is wel heel raar dat jij... Wat een kleine wereld weer. Dat jij exact de leraar... Nee, maar hij bracht ook mijn dingen uit mij te boven. Zo, dat snap ik, want dat is heel intens. Ik had hem ontmoet bij Boomfestival. Kan je iets meer in de microfoon? Ja? Hij doet het niet. Oh, jawel. Jawel, zeker wel. Ik had hem ontmoet bij Boomfestival. Ja. De closing ceremony. En er was ook sterk dance en cacao ceremony. En daarna gingen we ook nog mediteren. Maar dan kwam ik echt wel heel diep in mijn hart en zo. Dat je echt gewoon je hart voelt. Gewoon in jezelf. En toen had het over, ik ga naar Bali. Ik zei, ik werk daar bij de, hoe heet die, Yoga Barn. Ja. En zei, kom langs. En het was echt toevallig dat ik naar Bali ging en boom. En dan, fantastisch. Ja. Heb je ook een les van Punu gevolgd? Nee, weet je wie dat is? Die geeft daar ook les. Nee. En, we hebben het nu over een soort yoga resort op Bali. Ja, je hebt in Ubud heb je de Yoga Barn. Ja. En dat is een complex met 5-6 zalen. Het is een soort paradijs daar. Okay. En daar geeft iedereen les. Daar kan je gewoon van 's ochtends tot 's avonds laat alleen maar yoga, meditatie, ademhaling, healings. Dit zeg maar, maar dan op Bali. Ja. Non-stop. Okay. Dus als je naar Bali gaat... Ja, nee, het is yoga born. Het is maar zo duidelijk. Dat is ook shamanic breathwork. Dat dacht ik net iets anders wat jij... Ja, dat heeft met heel veel met dieren te maken. In ieder geval, dat was bij mij zo. Maar wat jij ook zegt, iedereen is verschillend. De ene gaat huilen, de andere krijgt een... Maar bij jou was het ook wel in ieder geval... Je krijgt flashbacks, je kan voor diepe trance komen. Iedereen is het anders. Maar elke keer is ook anders, wat zei je? Wat ja. Toen ik daar was, toen dan moest je een kaart trekken. Dan kreeg je krachtdier. En toen dacht ik echt, oké, een schildpad had ik toen. Toen dacht ik, nou... en toen toen we die ademhaling gingen doen, toen klopte het in één keer allemaal. Ik snapte helemaal waarom ik die schildpad had gekregen. En na die meditatie moesten we het aan elkaar gaan uitleggen. Ja. Moest je dat ook? Ja, nee. Ging je met elkaar bespreken wat er was gebeurd? Iemand om je heen? Maar ik vind het heel bijzonder dat jij opstaat, omdat je precies de enige leraar ooit die ik op Bali heb gehad. En dat doen ze daar op iedere hoek van de straat, bij wijze van spreken. Ja. Maar wou jij nog wat vragen? Of wil jij gewoon iets vertellen? Was ik ook helemaal. Ik vond het gewoon mooi. Superleuk. Leuk dat je dat wil denken. Ja. Maar ja, het is ook Boom Festival, is ook een hele mooie opener. Heb ik ook eens over gehoord, ja. Leuk, man. Even dit seizoen niet, nee, precies. Maar ik zat heel veel leuke dingen gehoord. Ja. Nou, leuk, man. Thanks, man. Leuk. Leuk. Nou, ja, jongens, de kop is eraf. Eenmaal andermaal. Stel je vraag, geef je opmerking, want je mag ook gewoon een goed verhaal vertellen. Dus.
Toby, wil jij nog iets vragen? Wil jij nog iets zeggen wat onderbelicht is? Ik denk dat hij nog wel wat over Jelte wil vragen. Nee. Ja. Kan jij wel naar die muziek luisteren? Of jij? Nee. Je hebt het nooit gehoord? Nee. Nee, wat is nou een goed moment om te zeggen... Nou, er heeft iemand ooit een liedje over mij geschreven. Oh, jullie... Nee. Nou, er is eentje wel. Dat nummer heel wat... spannend in de tent vanavond. Kijk. Het zat in mij, maar ik denk, ik ga het niet terroriseren. Dit dat je ook nog deze relatie gaat zoeken. Nee, precies. Oké. Ja? Wanneer ben je eigenlijk met die podcast begonnen? En, waarom? Met z'n allen, ja. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik leuk. Ja, heel goed. Zo ingefietst, inderdaad. Ja. Zie je dat ik hier zo dit systeem zo knie zo? Ja. Nou, ik was dus heel erg lang op zoek naar iets wat ik uit eigen beheer kon doen. En toen ik wegging bij BNN, ik heb van alles gedaan. Online programma's, RTL, de Zomer met Art, de weet ik veel wat allemaal overal ter wereld. Maar ik wilde heel graag iets wat van mezelf was, waarin ik alles kon terugvinden wat mij interesseert. Maar ja, als je bij een grote zender werkt, dan kan je altijd je verschuilen achter je baas of de zender als iets niet werkt. En als iets werkt, kan je vol de credits nemen. Maar bij dit voelde het zo kwetsbaar, omdat het ook nog eens allemaal onderwerpen waren die ik nooit eerder met mijn volgers of de mensen om me heen besprak. Voor corona is het eindelijk zover gekomen. Ik wist dit al. Ik wil gewoon iedereen erbij betrekken. Ik wil graag dat mensen anoniem vragen kunnen stellen. Ja. Dat het over seks kan gaan, over drugs, over fetish, over mindfulness. Dus dan heb ik op mijn Instagram een live ding gehouden met stel je vragen anoniem, stuur ze naar mij. Dan gaan we samen ze beantwoorden. En omdat ik zoveel bijzondere mensen om me heen heb verzameld online de afgelopen jaren, omdat ik zoveel bijzondere onderwerpen heb besproken, heb ik ook een grote achterban van mensen die een fetish hebben, die graag iets anoniem willen vragen. Of over mindfulness en meditatie. En dat ging zo goed dat daarna een hele hoop mensen zeiden, deze livestream moet een podcast worden. Dat was een aantal weken voor corona. Want je deed het eerst op Instagram, hè? Ja, ja om het te testen. En toen kon ik 's nachts niet slapen. En toen hoorde ik de hele tijd de tune van Henny Huisman in mijn hoofd. Met z'n allen. Geen grap. Toen ben ik uit bed gegaan, ben ik allemaal notities gaan maken. Ik denk, ja, het moet gewoon met z'n allen heten. Ja. Met z'n allen, want samen is beter dan alleen. En toen heb ik mijn manager de volgende ochtend gebeld. Ik zei, we hadden een hele YouTube-serie liggen. Ik zou, we gaan dit allemaal weggooien. En ik ga met z'n allen maken. Maar het plan voor een YouTube-serie, of had je ook gedraaid? Nee, ik had al gedraaid. Allemaal dingen gedraaid. En ik dacht. Maar wat was dat dan? Dat heette No Shame. En daar wilde ik heel graag met bekende Nederlanders. Ging ik op straat allemaal dingen vragen over bijvoorbeeld Marieke Elsinga. Ja. Ging ik met haar bespreken wat de vooroordelen waren. Ja. Ook wel mooi. Ja. Maar ik voelde hem gewoon niet meer. Toen zei mijn manager, ja, weet je, ik vind het al lang goed. Je bent al 2 jaar bezig met iets zelf maken. Als je gewoon nu iets gaat maken, dan ben ik al blij. Ja. En toen zijn we heel snel begonnen. En toen kwam corona. En toen wilde ik heel graag wachten tot het voorbij was. Want het zou nog 2 weken duren, dacht ik. 2 weken en dan gaan we gewoon weer beginnen. En toen begon iedereen gas te geven om me heen. En dan dacht ik, ja, ik moet het gewoon oppakken. Ja. We gaan gewoon door. En nu is inmiddels het eerste seizoen afgerond. Gaat fucking hard. En mensen horen me gewoon een uur praten over de onderwerpen die me aan het hart gaan. En daar heb ik in één keer een heel nieuwe wereld in aangeboord. Nou, en wat ik heel tof vind, maar dat is een wat bredere verhaal. Ik bedoel, jij bent wel iemand die dus ook jonge mensen aan de podcast krijgt en zo. Dat is top. Ja, het is echt, het is zo leuk en zo'n eer ook als mensen de moeite nemen om een uur lang te luisteren, om vragen te stellen, om mee advies te geven. Dus je kan ook gewoon inbellen om mee advies te geven. Dus ik ben heel erg bezig met dat nu uitbouwen. En kijken hoe ik daar content omheen kan maken. En het volgende seizoen. Ja. En dat ik daar dan ook eens iemand te gast heb die net iets meer kan vertellen over meditatie of geluk. Weet je wel, dat ik het zo een beetje zo erin fiets. Maar mag ik even, want dat is, en ik snap, het is met de juiste intenties begonnen. Ja. En dat doe je nog steeds. Maar lukt het al een beetje om een sponsor erbij te zoeken? Daar ben ik heel hard mee bezig. Ja, precies. Top. Ja, ja. Maar wel dan de juiste. Nee, precies. Ja, de juiste sponsoren. Niet willy.nl of zo. Nee. Ik vind, dat kan ook. Ja. Nee, we zijn zeker bezig met sponsoren. Maar dit is gewoon... Ik wilde niet meteen in het begin doen. Want het komt zo uit mijn hart. En dan wil ik niet dat het lijkt alsof ik het voor een merk doe. Maar we zijn zeker aan het kijken. En ja, the sky is the limit. Ik hoop dat we gewoon straks een kroeg kunnen vullen met mensen die erbij zijn. Weet je, net als dit. Dat je gewoon met een publiek dat kan maken. Ja. Dus dat. Ja, maar, ja, de podcast. Leuk. Ja. Met z'n allen de podcast, jongens. Spotify, goed dat je dat nog even benoemde. Apple Podcast. Ja.
Nou, dat is, vind ik een mooie... Ja? Go. Ik vind het mooi te zien hoe je zo passievol daarover spreekt. Omdat het echt iets is wat blijkbaar echt bij je past. Ja, wat lief. Dus, gewoon blijven doen. Ja. Oh, wat lief. Ja, nee, precies. Ik vind het ook een supermooi einde van deze podcast. Want dat bevlekt mooi. Ja. Dus check het allemaal, mensen. En ik vind dat jij het echt fantastisch doet. Nou, wat een liefde. Ik vind het echt leuk dat je dit doet. Want het is, ik weet niet of jullie dit zien, maar hoe dit allemaal hier wordt gedraaid en is opgezet hier. En dat je dit hier deze weg met ingeslagen, echt petje af. Lekker. Nou, mijn petje heb ik al een tijdje af, maar toch onwijs bedankt. Nog één keer applaus voor Gwen van Poorten. Nu ga ik naar een manifestation workshop. En het bleef nog lang onrustig daar op de camping van Tijdloos. Wat een leuke dame is het toch. Gwen van Poorten. En dit was hem. Dat betekent dat je hem helemaal hebt afgeluisterd. En dan is het, ja, tenminste zou ik wel tof vinden, ook wel de moeite om dan nog even iets te doen. Een duimpje omhoog bij YouTube. Laat een reactie achter op de Facebookpagina. Deel het op Instagram en tag me even Giels. Of bij iTunes, dat is echt belangrijk. Ja, ik verzin het ook allemaal niet. Geef heel veel sterren, of in ieder geval een paar, en laat een recensie achter. En natuurlijk kan je ook naar de website gaan. Dat is www.koekeroe.nl. Dus kukeroe.nl/boeken, zeg ik nog maar even. Als je ook de inmiddels fameuze boekenlijst daadwerkelijk wil zien. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi!